Welkom bij Artiestenmanager Nederland. Online, WhatsApp, muziekguru. Nu, Overvecht Utrecht, coronahulp, vraag en aanbod, online, muziekguru, via de website artiestenmanagernederland.nl. Eugen Simon Impresario. In de studio... We hebben twee studio's. Eén studio waar een hele band in kan. Maar die gebruiken we nu niet. En dan hebben we een studio waar maximaal twee mensen wat mij betreft in mogen. Wettelijk mogen er drie in. Dus als... er gebruik wordt gemaakt van de studio door een zanger of een zangeres of een muzikant. Die mag zijn wederhelft meenemen. Dan zijn we met z'n drieën maximaal. Ik wil geen... Het liefst wil ik twee mensen hebben. Maar als iemand gebruik maakt van de studio mag hij altijd een kennis, een vriend, een familielid, een chauffeur meenemen. Dat is altijd zo geweest. En het zal altijd zo blijven. Dus je mag altijd iemand meenemen. Dan hebben we een studio zonder drumstel. Dat is op de Valklandreef. En we hebben een studio met een drumstel. Dat is op de Cartesiusweg. En daar kan je komen via de trein naar station Zuilen. Dat is 3 minuten lopen. Of buslijn 3 naar Zuilen. Nou, die stopt daar voor de deur. Dus je kan daar gewoon met openbaar vervoer komen. Beide studio's, zowel op de Valklandreef als op de Cartesiusweg, is gratis voldoende parkeergelegenheid. De Valklandreef is heel makkelijk te bereiken via de snelweg naar Hilversum. En aan de afslag Tuincentrum. Oftewel afslag Maarsen. En die is ook, dat is ook voor de studio op de Cartesiusweg. Maar bij de Cartesiusweg kan men ook de snelweg A2 de afslag nemen. Gewoon Utrecht, even denken hoor. Utrecht Centrum. Maar als je boekt, bel me even op. Dan leg ik het even nog een keer uit. Dan doe ik het even via de mail. Routeplanner, alles. Dat is makkelijker. Artiestenmanager Nederland, wat betreft de coronahulp, is er erg veel vraag, maar er is ook erg veel aanbod. Het meeste aanbod is boodschappenhulp. Mensen die melden zich bij mij aan, of bij, althans niet bij mij persoonlijk, maar bij de website. Daar zit een team op. En die zorgt dat op de website voor de coronahulp, dat degene die in Utrecht, Overvecht woont, dat zijn aanbod op de website komt. Er is ook vraag, coronahulpvraag. En
Er is vraag voor vervoer. Dus met een auto en een chauffeur. Nou, ik ben rijkelijk voorzien van chauffeurs met auto's. Want de meeste auto's staan stil. Want er worden bijna geen artiesten meer rondgereden. Nou, ik heb er een paar die twee keer in de week met eigen vervoer dan naar hun werk gaan. Omdat de zaken wel doorgaan. Ik zelf rij weinig. En ik word ook weinig gereden. Omdat mijn eigen chauffeur, Stef, die is niet in Nederland. En ik vind het alleen fijn bij hem in de auto. Dus onze bedrijfsauto's staan stil. Mocht iemand mensen willen rijden en het leuk vinden om in een autootje te rijden. Het zijn allemaal redelijk nieuwe auto's. Dan geef je dan even op via de website artiestenmanagernederland.nl. En eigenlijk is het meer voor de mensen hier in Overvecht die naar het ziekenhuis moeten of zo. Het is alleen maar voor de coronahulp. Daar doen wij mensen gratis rondrijden. Dus benzine zit er toch al in die auto's. Als mensen benzine willen vergoeden, dan hanteren wij 32 cent de kilometer. Maar als ze niet betalen, ook prima. Het zijn meestal maar kleine ritjes naar het ziekenhuis of zo. En mensen mogen niet voorin zitten. Rechts achterin van de chauffeur. En men hoeft niet... Men mag handschoenen dragen. Hoeft niet. Wel je handen vaak reinigen. En je eigen belang. Maar ook in het belang van anderen. En je mag een mondkapje omdoen. Maar het is niet verplicht. Als je maar niet in de nek hoest van degene die aan het stuur zit. En als je geld hebt, dan niet gebruik maken van... Het feit dat er benzine in de auto zitten, want het kost ons toch wel aardig wat geld. Maar goed, we bieden het aan. Dus als u geen geld heeft, dan gaan we dat niet controleren, want dat is niet te controleren. We hopen alleen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Voor de artiesten in Nederland, Nederlandstalige artiesten, Nederpop. Volkslied, of wat zeg ik nou? Volkszangers, volkszangeressen. Die kunnen van onze coronahulp aanbod gebruik maken. Onze websitebouwers bouwen websites. En we hebben een aanbieding. Ik weet niet hoe lang nog, want... Dat weet ik niet. In ieder geval vandaag. Ik denk morgen ook nog. Ik zal het op internet zetten als ik het zeker weet. Ja, ik denk in ieder geval vandaag en morgen. Maar ik denk wel iets langer. Maar ik weet het niet zeker. Ik moet even nakijken. Normaal gesproken kost een website bouwen best wel wat geld. De meeste websitebouwers vragen voor het bouwen van de website tussen de 500 en de 1500 euro. Wij niet dus, want wij willen artiesten graag helpen voor een goede website, maar we hebben wel perfecte foto's nodig. Anders dan beginnen we er niet aan. We moeten goed materiaal hebben, jullie moeten zelf perfecte foto's aanleveren. Wij hebben hele mooie foto's van mensen die gewoon zijn gemaakt met een smartphone. Dus je hoeft niet, je hoeft geen kosten te maken. Gebruik gewoon je smartphone of je tablet. En vraag even of iemand een paar mooie foto's wil maken. Het liefste buiten, dat zijn de beste foto's. Dus als je binnen gaat fotograferen, kan ook. Kunnen ook mooie foto's zijn. Maar ik weet dat de buitenfoto's zijn altijd perfect. En ze hoeven alleen maar scherp te zijn en je moet er gewoon netjes op staan. En lekker ontspannen.
De ontspannen foto's die zijn het beste. En gewoon in kleding waar de artiest zich comfortabel in vindt. Gewoon in de kleding die de artiest graag draagt als die optreedt. En dan is altijd, altijd goed. En wil je per se een fotoshoot? Ja, dan moet je even toch contact opnemen met het management van ons. En dat is dan via e-mailadres, via de website. Of management@ladysingerashima.com. Zij is de manager. En die gaat over dat soort zaken als wie maakt de foto's. We hebben bijvoorbeeld ook videografen. Kees Duifhuizen, dat is degene die wij aanbevelen. Maar Kees is vaak in het buitenland. En Duifhuizen. En die maakt heel vaak voor allerlei verschillende bands. En zangeressen en zangers. Ook voor ons een paar keer. Maakt die fotoshoots. Maar die vragen wel vergoeding. Maar wij bemiddelen alleen maar in dat je, als je dat wil, naar een foto, hoe heet jullie dat? Een videograaf, sorry, ik zeg verkeerd. En dan moet je dat zelf. Mensen moeten zelf, de videograaf moet zelf zijn tarieven noemen. Want die weet ik niet van, dat weet Rashima allemaal wel. Maar goed, die mensen moeten dat zelf beslissen. En dan ga je zelf regelen. Wij bieden aan. Niet voor €1.500 en niet voor €500 om een professionele website te bouwen. Oh ja, kijk even naar onze website, artiestenmanager.nl. Zo komt zo'n soort website gewoon professioneel. Of new.eugenesimon.eu, N-E-W, eugenesimon.eu of new.ladysingerashima.com of waarompianobar.com of koenplansnederland.nl of somosnofiosband.com of easylisteningssingers.com. Een professionele website kost geen €1.500. Ja, die kost die wel. Kost geen €500. Dat wordt door professionele mensen gebouwd die de hele dag website bouwen. Maar het is een beetje stil in het in artiestenwereldje. En sommigen die gaan 2 keer per week naar vergaderingen om nog contracten rond te maken. Maar vaak is het met de betaling zo geregeld dat er pas betaald wordt als het definitief duidelijk is wanneer er weer opgetreden mag worden. En dus er komt wel geld binnen, maar heel weinig bij mensen. Heel erg weinig. Bij ons komt er nog wel eens geld binnen bij de school. Maar we doen het allemaal tegen zulke schappelijke prijzen tegenwoordig. Dat we er weinig winst aan overhouden. Dan praat je echt over tientjes hoor. Dus, maar goed. Elk tientje is er één. Maar ons gaat het erom dat we bezig blijven. Want stilstaan is achteruit gaan. We worden er alleen maar slechter van. Je moet blijven zingen, je moet blijven repeteren. En we mogen maar maximaal met 3 mensen bij elkaar zitten. En er zit er ook nog plexiglas tussen vaak. Dus we geven elkaar geen hand. Ik zou even zeggen, bel me even op 030-633-8451. Je mag ook via WhatsApp bellen. Dat is lekker gratis. Dat beveel ik van harte aan. Dan is het mobiele nummer 06-2889-1977. Onder de video vinden jullie gewoon alle gegevens op je gemak. Kan je gewoon lezen. Dus de hoofdwebsite is artiestenmanagernederland.nl. En nu zijn we op zoek naar een nieuwe zangeres. En wij vragen wel de onkostenvergoeding. Maar ik denk dat als je €60 kwijt bent dit jaar, bij elkaar, dan ben je duur uit. We vragen echt bijna geen geld.
eerlijk gezegd vragen we geen geld, dan alleen de onkosten, zodat wij niet hoeven te investeren. En dus wil je, oh ja, hoe het kost nou een website? Nou, een website heb je niet voor 60 euro. Een website die kost 95 euro. En die heb je dan een heel jaar lang. En na dat jaar, dan wordt die uit de lucht gegooid, tenzij jij een paar honderd euro wil betalen, mag je hem overnemen. En anders blijft die onder ons beheer en dan betaal je gewoon weer 95 euro. Dat mag ook. Nou, luister nog maar even naar het liedje. Dit liedje dat is door mij persoonlijk gecomponeerd. En er mag op gejamd worden, er mag op gezongen worden. Er is al een tekst voor ons bij barsten van de liedjeschrijvers. Dus van harte nodigen wij nu mensen uit, nu we vrij veel tijd hebben. Kom naar Utrecht toe, naar een van de studio's in Overleg. De studio die kost... waar staat dat? Wacht even. €22,50 per uur. Dus als je met z'n tweeën komt, dan betaal je nog steeds. Het is gewoon €22,50. Dus niet meer. Het liefste één persoon. Je mag er één meenemen. Dus twee personen maximaal. In de studio op de Valklanddreef of in de studio in Cartesiusweg. Je vindt alles bij notities onder de video. Nou, nog even een klein stukje, want dat was het. Even zoeken. Fijne dinsdag, Regent Simon, impresario, de online muziekguru. Bye bye.
Pistenmanager Nederland. Online, WhatsApp, muziekguru. Nu, Overvecht Utrecht, coronahulp, vraag en aanbod, online, muziekguru, via de website artiestenmanagernederland.nl. Eugen Simon Impresario. In de studio... We hebben twee studio's. Eén studio waar een hele band in kan. Maar die gebruiken we nu niet. En dan hebben we een studio waar maximaal twee mensen wat mij betreft in mogen. Wettelijk mogen er drie in. Dus als... de gebruik wordt gemaakt van de studio door een zanger of een zangeres of een muzikant. Die mag zijn wederhelft meenemen. Dan zijn we met z'n drieën maximaal. Ik wil het liefst wil ik twee mensen hebben. Maar als iemand gebruik maakt van de studio mag hij altijd een kennis, een vriend, een familielid, een chauffeur meenemen. Dat is altijd zo geweest. En het zal altijd zo blijven. Dus je mag altijd iemand meenemen. Dan hebben we een studio zonder drumstel. Dat is op de Valklandreef. En we hebben een studio met een drumstel. Dat is op de Cartesiusweg. En daar kan je komen via de trein naar station Zuilen. Dat is 3 minuten lopen. Of buslijn 3 naar Zuilen. Nou, die stopt daar voor de deur. Dus je kan daar gewoon met openbaar vervoer komen. Beide studio's, zowel op de Valklandreef als op de Cartesiusweg, is gratis voldoende parkeergelegenheid. De Valklandreef is heel makkelijk te bereiken via de snelweg naar Hilversum. En dan de afslag Tuincentrum. Oftewel afslag Maarsen. En die is ook, dat is ook voor de studio op de Cartesiusweg. Maar bij de Cartesiusweg kan men ook de snelweg A2 de afslag nemen. Gewoon Utrecht, even denken hoor. Utrecht Centrum. Maar als je boekt, bel me even op. Dan leg ik het even nog een keer uit. Dan doe ik het even via de mail. Routeplanner, alles. Dat is makkelijker. Artiestenmanager Nederland, wat betreft de coronahulp, is er erg veel vraag, maar er is ook erg veel aanbod. Het meeste aanbod is boodschappenhulp. Mensen die melden zich bij mij aan, of bij, althans niet bij mij persoonlijk, maar bij de website. Daar zit een team op. En die zorgt dat op de website voor de coronahulp, dat degene die in Utrecht, Overvecht woont, dat zijn aanbod op de website komt. Er is ook vraag, coronahulpvraag. En er is vraag voor vervoer. Dus met een auto en een chauffeur. Nou, ik ben
rijkelijk voorzien van chauffeurs met auto's. Want de meeste auto's staan stil. Want er worden bijna geen artiesten meer rondgereden. Nou, ik heb er een paar die twee keer in de week met eigen vervoer dan naar hun werk gaan. Omdat de zaken wel doorgaan. Ik zelf rij weinig. En ik word ook weinig gereden. Omdat mijn eigen chauffeur, Stef, die is niet in Nederland. En ik vind het alleen fijn bij hem in de auto. Dus onze bedrijfsauto's staan stil. Mocht iemand mensen willen rijden en het leuk vinden om in een autootje te rijden. Het zijn allemaal redelijk nieuwe auto's. Dan geef je dan even op via de website artiestenmanagernederland.nl. En eigenlijk is het meer voor de mensen hier in Overvecht die naar het ziekenhuis moeten ofzo. Het is alleen maar voor de coronahulp. Daar doen wij mensen gratis rondrijden. Dus benzine zit er toch al in die auto's. Als mensen benzine willen vergoeden, dan hanteren wij 32 cent per kilometer. Maar als ze niet betalen, ook prima. Het zijn meestal maar kleine ritjes naar het ziekenhuis of zo. En mensen mogen niet voorin zitten. Rechts achterin van de chauffeur. En men hoeft niet... men mag handschoenen... Sorry. Men mag handschoenen dragen. Hoeft niet. Wel je handen vaak reinigen. En je eigen belang. Maar ook in het belang van anderen. En je mag een mondkapje omdoen. Maar het is niet verplicht. Als je maar niet in de nek hoest van degene die aan het stuur zit. En als je geld hebt, dan niet gebruik maken van het feit dat er benzine in de auto zit. Want het kost ons toch wel aardig wat geld. Maar goed, we bieden het aan. Dus als u geen geld heeft, dan gaan we dat niet controleren, want dat is niet te controleren. We hopen alleen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Voor de artiesten in Nederland, Nederlandstalige artiesten, nederpop, volkslied, of wat zeg ik nou? Volkszangeressen. Die kunnen van onze coronahulp aanbod gebruik maken. Onze websitebouwers bouwen websites. En we hebben een aanbieding. Ik weet niet hoe lang nog, want dat weet ik niet. In ieder geval vandaag. Ik denk morgen ook nog. Ik zal het op internet zetten als ik het zeker weet. Ja, ik denk in ieder geval vandaag en morgen. Maar ik denk wel iets langer. Maar ik weet het niet zeker. Ik moet even nakijken. Normaal gesproken kost een website bouwen best wel wat geld. De meeste websitebouwers vragen voor het bouwen van de website tussen de 500 en de 1500 euro. Wij niet dus. Want wij willen artiesten graag helpen. Voor een goede website. Maar we hebben wel perfecte foto's nodig. Anders beginnen we er niet aan. We moeten goed materiaal hebben. Jullie moeten zelf perfecte foto's aanleveren. Wij hebben hele mooie foto's van mensen die gewoon zijn gemaakt met een smartphone. Dus je hoeft niet, je hoeft geen kosten te maken. Gebruik gewoon je smartphone of je tablet. En vraag even of iemand een paar mooie foto's wil maken. Het liefste buiten, dat zijn de beste foto's. Dus als je binnen gaat fotograferen, kan ook. Kunnen ook mooie foto's zijn. Maar ik weet dat de buitenfoto's zijn altijd perfect. En ze hoeven alleen maar scherp te zijn en je moet er gewoon netjes op staan. En lekker ontspannen. De ontspannen foto's die zijn het beste. En gewoon in kleding waar de artiest
zich comfortabel in vindt. Gewoon in de kleding die de artiest graag draagt als die optreedt. En dan is altijd, altijd goed. En wil je per se een fotoshoot? Ja, dan moet je even contact opnemen met het management van ons. En dat is dan via e-mailadres, via de website. Of management@ladysingerashima.com. Zij is de manager. En die gaat over dat soort zaken als wie maakt de foto's. We hebben bijvoorbeeld videografen. Kees Duifhuizen, dat is degene die wij aanbevelen. Maar Kees is vaak in het buitenland. En Duifhuizen. En die maakt heel vaak voor allerlei verschillende bands. En zangeressen en zangers. Ook voor ons een paar keer. Maakt die fotoshoots. Maar die vragen wel vergoeding. Maar wij bemiddelen alleen maar in dat je, als je dat wil, naar een foto, een videograaf, en dan moet je dat zelf, mensen moeten zelf, de videograaf moet zelf zijn tarieven noemen, want die weet ik niet van, dat weet Rashima allemaal wel, maar goed, die mensen moeten dat zelf beslissen en dan ga je zelf regelen. Wij bieden aan. Niet voor €1500 en niet voor €500 om een professionele website te bouwen. Oh ja, kijk even naar onze website, artiestenmanager.nl. Zo komt zo'n soort website gewoon professioneel. Of new.eugensimon.eu, N-E-W, eugenesimon.eu of new.ladysingerashima.com of waarompianobar.com of koenpelansnederland.nl of somosnofiosband.com of easylisteningssingers.com. Een professionele website kost geen 1500. Ja, die kost die wel. Kost geen 500. Dat wordt door professionele mensen gebouwd die de hele dag website bouwen. Maar het is een beetje stil in het in artiestenwereldje. En sommigen die gaan 2 keer per week naar vergaderingen om nog contracten rond te maken. Maar vaak is het met de betaling zo geregeld dat er pas betaald wordt als het definitief duidelijk is wanneer er weer opgetreden mag worden. En dus er komt wel geld binnen, maar heel weinig bij mensen. Heel erg weinig. Bij ons komt er nog wel eens geld binnen bij de school. Maar we doen het allemaal tegen zulke schappelijke prijzen tegenwoordig. Dat we er weinig winst aan overhouden. Dan praat je echt over tientjes hoor. Dus, maar goed. Elk tientje is er één. Maar ons gaat het erom dat we bezig blijven. Want stilstaan is achteruit gaan. We worden er alleen maar slechter van. Je moet blijven zingen, je moet blijven repeteren. En we mogen maar maximaal met 3 mensen bij elkaar zitten. En er zit er ook nog plexiglas tussen vaak. Dus we geven elkaar geen hand. Ik zou even zeggen, bel me even op 030-633-8451. Je mag ook via WhatsApp bellen. Dat is lekker gratis. Dat beveel ik van harte aan. Dan is het mobiele nummer 06-2889-1977. Onder de video vinden jullie gewoon alle gegevens op je gemak. Kan je gewoon lezen. Dus de hoofdwebsite is artiestenmanagernederland.nl. En nu zijn we op zoek naar een nieuwe zangeres. En wij vragen wel de onkostenvergoeding. Maar ik denk dat als je €60 kwijt bent dit jaar, bij elkaar, dan ben je duur uit. We vragen echt bijna geen geld. Eerlijk gezegd vragen we geen geld, dan alleen de onkosten, zodat wij niet hoeven te investeren.
En dus wil je, oh ja, het kost nou een website. Nou, een website heb je niet voor 60 euro. Een website die kost 95 euro. En die heb je dan een heel jaar lang. En na dat jaar, dan wordt die uit de lucht gegooid, tenzij jij een paar honderd euro wil betalen, mag je hem overnemen. En anders blijft hij onder ons beheer en dan betaal je gewoon weer 95 euro. Dat mag ook. Nou, luister nog maar even naar het liedje. Dit liedje dat is door mij persoonlijk gecomponeerd. En er mag op gejamd worden, er mag op gezongen worden. Er is al een tekst voor ons, wij barsten van de liedjeschrijvers. Dus van harte nodigen wij nu mensen uit, nu we vrij veel tijd hebben. Kom naar Utrecht toe, naar een van de studio's in Overleg. De studio die kost, waar staat dat? Wacht even. €22,50 per uur. Dus als je met z'n tweeën komt, dan betaal je nog steeds. Het is gewoon €22,50. Dus niet meer. Het liefste één persoon. Je mag er één meenemen. Dus twee personen maximaal. In de studio op de Valklandreef of in de studio in Cartesiusweg. Je vindt alles bij notities onder de video. Nou, nog even een klein stukje, want dat was het. Even zoeken. Fijne dinsdag, Regent Simon, impresario, de online muziekguru. Bye bye.